Goedenavond. Zou er iemand mij kunnen helpen om wat rustiger te worden en wat minder gejaagd in het leven te staan? Dat is een vraag die ik graag beantwoord zou zien vanavond. En ik reken daarop onder andere voor of op, ja, op Ingeborg en op Frank Fokkentijn, die allebei manieren hebben gevonden om helemaal zen in het leven te staan. Ook bedrijfsleider Wouter Torfs heeft een goed evenwicht gevonden tussen yin en yang. Collega Sarah Muhamu van Ketnet daarentegen is bijna constant online en die komt misschien in aanmerking voor een digitale detox. En daarvoor kan ze terecht bij Christine Withoek. Hoewel, onthaasten. Volgens professor Ilias de Vis is dat allemaal nergens voor nodig. Integendeel, hij pleit voor een mateloos leven. Ja, dan weet ik het op den duur niet meer. En gelukkig is Dirk de Wachter, psychiater, erbij vanavond. Bij hem hoop ik terecht te kunnen voor wijze raad. En we hebben ook live muziek vandaag en die komt van Ertebrekers. Jongens, ik zou zeggen, take it easy vanavond. Welkom allemaal. Ja, is je opgevallen, Ingeborg? Ik ben al veel trager de trap afgekomen dan anders. Dat is me niet opgevallen. Nee. En toch, ik heb moeite gedaan. Waarom hebben jullie uitgenodigd? Wel, Frank, eigenlijk is het allemaal jouw schuld. Nee. Ja. Nee, Natalia. Ik ga het uitleggen. Natalia was er toen ook bij. Maar toch, ik was nog veel meer geschrokken van jouw verschijning de laatste keer dat je hier was. Je kwam binnen, bruin gebrand, heel krokant, glanzende huid, fonkelende ogen. Een man, dat kon je zo zien, in de vorm, in de fleur van zijn leven. Ja, ik vroeg me echt af. Doe er eens iets aan. Ja, daarom. Wat moet ik doen om te worden zoals jij? Blijven wie je bent. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Maar goed, er is iets. Wordt zeker niet wie ik ben. Nee? Niet proberen na te doen. Ja. Nee. Maar vertel eens, je hebt een geheim, hè? Een geheime techniek die je geholpen heeft. Maar ik heb niet zo'n groot geheim, hoor. Ik zal u direct alles duidelijk herstellen. Ja. Mijn grootste schat is eigenlijk mijn thuis. En daar vind ik rust. Ja. Thuis is bij mijn vrouw. En de naam van de gemeente zegt het zelf, Kalmthout. Oh. Ja. Dat kan geen toeval zijn. Ja, en dan word je echt kalm. Want er is een groot natuurreservaat, de Heide. En daar dat is eigenlijk allemaal begonnen met Start to Run van Evi. Mm. In 2009 ben ik beginnen lopen, heel rustig. Ik heb die oortjes in. Ze zei van, oké, loop maar, zit maar en doe maar. Daar ben ik mee begonnen. En ik zal wachten tot een ander filmpje, denk ik. Want ik mag die naam niet laten vallen. Wat mag je niet laten vallen? De naam van, ja, maar als ik hem nu laat vallen. Zullen we eens kijken? We zijn inderdaad bij jou gaan filmen. Ja. Vorige week. Want in die mooie tuin in Kalmthout is er ook een soort van zwembad of een pool. Nee, zeg nooit zomaar banaan tegen een Chiquita. Nee. Een noem het dan? Een zwemvijver. Een zwemvijver. In het water kom ik mezelf tegen. Normaal werken nu hersenen altijd. Die werken altijd, sowieso. Maar in het koude water neemt uw lichaam het over van uw denken. En dat is zo goed. Je komt jezelf tegen en je kunt jezelf niet ontlopen. Het koude water werkt heilzaam. Bij het uitademen duw ik de koude weg. En mijn hart zegt altijd, het koude water wordt je warme vriend. Ik zou het iedereen aanraden. Ja, ik voel me toch nog niet meteen geroepen, hoor. Maar dit is jouw ultieme manier om te onthaasten, Frank? Of maar, nee. Één van de. Ja, goed. En waarom dit? Want je doet dit winter en zomer, hè? Ja, iedere dag. Iedere dag? En het is eigenlijk, mijn zoon die zei, papa, ik denk dat jij op zonne-energie leeft. En dat is ergens wel. Ik heb mijn zonnepaneeltjes op heel mijn lijf, denk ik. Hm. Want door dat iedere dag te doen, kom je dichter bij de natuur, dichter bij de jaargetijden.
En door die natuur tegen te komen, kom je jezelf tegen in lijf en leden. Ja. En het ferme daaraan is dat je... je kunt... Je lijf neemt het van je over. En dat is het zalige. Je krijgt echt een boost. Tot in je kleinste kern, celkern. En die worden veel sterker. En ik word daar heel gelukkig van. Ja, je glundert als je erover vertelt. Ja, want ik wil mij niet promoten. Hè. Ik wil je niks verkopen. Het is jouw manier. Het is mijn Ingeborg, manier. Hij doet dat dus winter en zomer. Ook als het vriest, ja, dan klop je een gat in dat ijs. Zie. En dan kan ik me toch niet voorstellen, Frank, dat je daar een half uur in gaat zwemmen. Hè? Nee, een half uur. Dan zou ik hier niet zitten, denk ik. Nee, maar ik maak dat dan vrij daar, hè, zoals je op de foto ziet. Mm-hmm. En dan ben ik 1 minuut per graad in het water. Dus als het water gaat nooit onder de 2 graden. Het komt wel een laagje ijs op, maar het water eronder blijft altijd 2 graden. Als het 3 graden is, dan zwem je 3 minuten. 3 minuten. 3 minuten dan. 4 graden. Nu is het 20 graden het water. Het was van de ochtend 18. Mm-hmm. En dat is luxe. Voelt u zich aangetrokken, meneer de wachter? Grijpt u? Ik ben een eenvoudige psychiater, dus ik heb niet het bezit van een mooie zwemvijver. Maar thuiskomen vind ik wel een herkenbaar gegeven. Ah, ja. Ja, thuis, ja. Met vrouw en kinderen, rustig, waar ik niet gestoord word, dat vind ik zeer herkenbaar. Ja. Is dat een gevoel dat jij herkent? Ik heb nu het gevoel dat heel spannend was, al wat hij zei. Ja, je vertelt het zo spannend en dan voel ik van alles in beweging komen. Maar dat is omdat ik zo hooggevoelig ben. Maar okay, het spreekt me wel aan. Wat bedoel je van alles in beweging komen? Ja, fysiek. Ik word al ontroerd gewoon door de beweging van... En dan? Ja. Maar mooi. Ja. Ik kan me dat voorstellen, dat heel heilzaam kan voelen en zijn. Ja, want het is wel zo. Ik heb me net zien verschijnen, de foto van Wim Hof. Wim Hof heb ik ontmoet bij Marcel van Tilt. Mm-hmm. In Villa van Tilt, of hij heeft zo verschillende namen gehad. En daar was hij te gast, ik ook. En ik vond hem heel begeesterend, heel inspirerend. Mm-hmm. En hij zei mij, alles vertrekt. Want je kunt zomaar niet in het koude water gaan. Het vertrekt vanuit een diepe rust. En als je de diepe rust hebt... Dan kan alles. En dan kun je die koude van je afduwen. Ja, je duwt het gewoon open. En het koude water wordt je warme vriend. En het is echt zo. Ik kan het mij niet voorstellen. Ja, ik wel. Maar goed, het is een heel fysieke belevenis in jouw geval ook. Met, ja, ja. Met gevolgen voor je geest. Uh-huh. Maar jij pakt het anders aan. Ja. Maar op zich vind ik dit ook alweer interessant, hoor. Want ik blijf altijd evolueren. Dus alles wat mij kan inspireren, vind ik altijd boeiend om te horen. Ja. Maar mijn weg op dit moment in mijn leven is dat ik via de yoga heel veel rust vind. Ja. En via geleide meditatie. Geleide meditatie, hè? Ja. We zijn ook bij jou gaan filmen, ja. Ingeborg, en dat gaat zo. Dat was het wel warmer, hè? Dat is warmer. Ik zou je willen uitnodigen om eens een paar keer echt ruimte ademen. Dat je zelf echt de ruimte geeft. Er is plaats genoeg hier. Ah. Dus sluit maar je ogen. En adem diep in en open je helemaal terwijl je uitademt. Laat die sprankel maar in je hart dansen, dat verfrissende. Verwelkom die nieuwe trilling. Ga eens met heel veel liefde om met het hier en nu. Al dat moeten, streven, je best doen, vermoeiend. Welke kwaliteiten van jezelf heb jij graag? Want het is net door de acceptatie van wat is dat er nieuwe inspiratie kan stromen. Dus niet door te vechten met wat er is. En er is nog zoveel meer. Ingeborg. Ja. Ik ga eerlijk zijn, ik heb je heel graag. Maar als ik hier aansluit bij die groep, bij jou... Dat gaat niet werken. Ja, maar weet je, je zat ook al te kijken met je ogen open. En eigenlijk moet je dit ervaren met je ogen gesloten. Mm. Want op zich, ik spreek daar trager dan ik normaal zou spreken. De controle is er als we onze ogen open houden. Dus eigenlijk moet je al sowieso je ogen sluiten. Mm-hmm. Om dichter bij jezelf te komen. En dan, ja... En weet je, het hoeft niet eigenlijk te werken voor je. Nee? Het hoeft niet te werken. Maar ik zoek naar iets dat werkt, hè.
Ja, maar weet je, ik zit hier eigenlijk niet vanuit... Ik ga nu vertellen wat voor jou werkt, maar ik kan alleen maar getuigen wat voor heel veel mensen werkt. Mm-hmm. Want de evolutie, daar komen mensen naartoe en die sluiten hun ogen en die vinden die geleide meditatie een manier waar ze bij de hand genomen worden, dat voor hen werkt. Ja, de evolutie, zo heet je centrum. Hè? Ja. Maar meneer de Wachter, ligt het aan mij? Ben ik misschien te... Ja, sowieso dus ligt het aan jou, hè? Lieven, dat is toch wel duidelijk. Ja, maar heb ik dan een probleem? Ben ik dan te rationeel? Of... Iedereen is wie dat hij is, toch? Ja. Voilà. Je zoekt de methodes die bij u passen. En dat is het voordeel van onze tijd, dat er heel veel keuze is in mogelijkheden. En zo. Krijgt u veel zoekende mensen? Absoluut, op bezoek, ja. Ik krijg heel veel zoekende mensen. En ik zeg hen vooral niet wat ze moeten doen, maar ik laat hen zelf zoeken wat voor hen best is. Hè. Mm. Dus ik zou u niet zeggen, ik moet dat of dat doen, maar ik zou zeggen van tja... Ja. Waar voelt je goed bij? En wat werkte er vroeger? Wat heb je nog gedaan? Enzovoort. Mm. Je moet zelf moet iedereen zijn manier vinden. Natuurlijk. Dat, want ik zag Ingeborg met open ogen naar jou zwemvijver kijken. Zou haar geleide meditatie voor jou werken, denk je? Maar, of is het... maar eerlijk gezegd, want ik heb die zwemvijver. Maar ik doe ook yoga. Elke week 2 uurtjes in de voormiddag. En dan heb ik ook geleide meditatie. En het is inderdaad wat je zelf wilt, hè. Mm-hmm. Lieven, als jij nu uw zen vindt in elke avond van Gils en gasten te presenteren... Ja, super, zen. Hè? Ja, maar ja, dat ja. is... Echt, mijn zen-moment is dat nu ook niet meer. Ja. Maar dat zou voor mij niet werken. Kun je uitleggen wat het met jou gedaan heeft? Je was 32 toen je eigenlijk mm-hmm. op tv alles al had meegemaakt ja. en gezien. Maar je had blijkbaar behoefte aan iets anders, aan iets meer. Ja, dus ik merkte gewoon dat ik al mijn kinderdroom had gerealiseerd. Ja. Dat dus, dan zou ik schijnbaar toch... Allee, dat zeggen ze dan toch, als je dat eenmaal allemaal gerealiseerd hebt waar je van droomt, dan ben je toch diep gelukkig en vervuld. En het tegendeel was waar. Ah ja, dan is het voorbij. Ja, dan is het voorbij. Ja. Maar er was dus op een of andere manier dus ook echt het bewust worden, en dat is het hele traject geweest, van het ligt dus niet buiten je. Nee. Er is dus blijkbaar iets wat je kan vinden als je naar binnen gaat, dat een diepe vervulling geeft. Dat is op zich wat ik gevonden heb onderweg, want ik ben dan 3 jaar op pensioen geweest. Ik ben eigenlijk echt gaan herbronnen. Ik heb vooral in het begin heel sterk... de focus was gewoon rusten en bekomen. Maar ook bewust worden van waarom heb ik het nu allemaal gedaan en wat dacht ik dat het mij zou brengen en wat heeft het mij niet gebracht, omdat het niet gaat over wat je bereikt uiterlijk, maar hoe dat het van binnen met je zit. Mm-hmm. En ben je nu gelukkiger? Zijn jullie nu gelukkiger? Maar ja, ik ben, ja werkelijk. Ja? Ik durf dat zeggen. Ik ben... Ja, maar het werkt ook, en ik wil dat even benadrukken. Hè, en dat zit hem in de yoga, in de geleide meditatie. Alles begint vanuit adem. Ademhaling. Het is de wisselwerking van de wereld rondom u en de wereld in u. En die doorstroming, die moet verder gaan en doorgaan. Want als dat geblokkeerd is, dan moeten we naar hem. Het ding is, wat ik merk, dat wil ik wel even meegeven. Ja. Dat is als je met... Dus nu, het publiek bijvoorbeeld beïnvloedt mij heel sterk. Dus, want er zijn er een paar nog altijd die hun adem aan het inhouden zijn. Dat voel je? Ja. En dat is als je dus zo één wordt met alles wat is, merk je dus ook... Kom maar, jongens, blijven ademen. Het is voor te lachen, hoor. Misschien ben ik het wel, natuurlijk. Hey? Maar dat is natuurlijk... Dat wist ik niet op mijn 32, want ik was erin geslaagd, ook door dat harde werken, daar ben je goed mee bezig, om dikke muren op te bouwen, dat je daar ongevoelig voor wordt. Mm, probeer je me te waarschuwen? Moet ik oppassen? Ja, ik nodig je uit om je... Volgens mij ben je een hele gevoelige man. Mm. Ja, het een spreekt het ander niet tegen, natuurlijk. Hey? Maar dus als je dan werkt en op een bepaald moment systemen begint rond je te bouwen om die raakbaarheid onderweg wat kwijt te spelen, dat is eigenlijk spijtig. Ja, dat is... Toch over werk hebben, we gaan er meteen onze volgende gast bij. Maar mag ik nog één ding zeggen? Ja? Bij mij is het niet... Nog een paar, om te lachen. Ja. Om te lachen. Maar bij mij gaat het erom om het woord, en Dora van der Groen zei het al in de opleiding, volledig. En dat is een heel mooi woord, omdat het er 2 in zich draagt. Vol en ledig. Mm-hmm. En dat is wat er in de meditatie gebeurt, of in de ontspanningsoefeningen, of in de yoga. Je wordt vol van het ledige. En dat is zo schoon, dat je die rust vindt. Bedankt alvast. Frank Fokkentijn en Ingeborg. Dankjewel.
Goed, we halen er iemand bij die aan het hoofd staat van een bedrijf met meer dan 500 werknemers. Als CEO heeft hij een manier gevonden om zich op het werk niet te laten opjagen. En hij vindt het ook belangrijk dat de mensen die voor hem werken zich goed in hun vel voelen. Hier is Wouter Torfs. Ja, voilà. Even stoelen als geen enkel probleem. Meneer Torfs. Ik wist het nog, Frank. Ja, Frank was met de achterburen en, aan het babbelen. Geen probleem. Maar ja, ik dacht zo'n mooi meisje in het beeld. Ja. Meneer Torfs, zo is het toch, hè? Al 6 keer verkozen tot de werkgever van het jaar. Maar dat jij en je werknemers zich goed in hun vel voelen, is even belangrijk of misschien belangrijker dan dat je veel schoenen verkoopt. Dat is voor mij op dit moment minstens even belangrijk, ja. Ik geloof ook dat de twee samen gaan. Dat het een het ander zelfs in de hand werkt. Misschien. Ja, dat duurzaam economisch resultaat te maken heeft met mensen die op een duurzame manier behandeld worden en zich goed in hun vel mogen voelen. Ja, vandaar. En geleide meditatie hebben we gezien bij Ingeborg, de zwemvijver, bij Frank. Fantastisch. Hoe doet u het? U bedoelt lieve? Ja. Rust vinden, meneer Torfs, waar we vandaag over hebben. Ja, mijn methode is misschien nog meer geïnspireerd op de klassieke zen-methode. Dat is gaan zitten in een mooie rechte houding en met een open, milde aandacht kijken wat er gebeurt. En dan word je natuurlijk geweldig bewust van het feit dat er voortdurend ruis is in je hoofd, een stroom van gedachten en emoties. We zien u hier, hè, bezig. Hè. Dit is voor u, bij wijze van spreken, een dagelijkse kost. Wekelijks. Om de 2 keer per week. Ja. En is het dan mindfulness? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Dus met open, milde aandacht kijken naar wat er gebeurt. En op het moment... Dat klinkt heel... abstract, nee. Met open, milde aandacht kijken. Hoe bedoelt u dat? Eigenlijk is dat een hele verstandelijke en heel aandachtige activiteit. Want we beseffen niet hoe dat we heel de tijd doorspoeld worden met gedachten en emoties. En door het feit dat je gaat zitten en daar een half uur zit, ja, je weet niet, heel de wereld passeert natuurlijk. En telkens zeggen van, ah, tja, dat is denken. Ah, oké, dat is verdriet of dat is verlangen. En dan teruggaan naar je adem, die, zoals Frank zegt, onvoorwaardelijk is. Die is er altijd, zoals je hartslag. Mm-hmm. Ja, dat doet iets met een mens. Wat? Ja, ik weet dat ik er naar teruggrijp op moeilijke momenten. Als het goed gaat, dan zal ik de praktijk ook wat minder rigoureus toepassen. Maar het is eigenlijk een methode om te doen wat je graag doet. Voor mij. Om te doen wat je graag doet? Ja. Wie zou er niet verlangen om stil te worden of om rustig te worden. Ja, maar ik begrijp hem volledig, want je gaat naar het volledige. Ja, ja. Door de adem diep te brengen, wat Wim Hof zegt, kom je in uw zenuwbanen, echt in de fundamentele zenuwbanen terecht. En je voelt dat zo, als iemand zenuwachtig is, dan komt zijn adem hoger en gaat hyperventileren. En heeft dat dan, als u dit doet met uzelf, voor uzelf, heeft dat een effect op uw bedrijf en op uw werknemers? Ja, omdat het mij... Het doet 2 dingen. Hè. Ten eerste, het geeft het perspectief dat er altijd een optie is in een gesprek of in een vergadering, dat je niet de hele tijd hoeft te argumenteren of de slimste of de sterkste te zijn. Dat er ook de optie is om even te wachten en stilte te laten. Mm-hmm. Stilte die de ander de kans geeft om ook iets te zeggen. Stilte die jezelf de kans geeft om even eruit te stappen in plaats van het automatisme van ja, nee, wel eens, niet eens. Mm-hmm. Dus ik geloof absoluut dat in het verhaal van een goede werkgever te willen zijn, de kwaliteit van leiderschap belangrijk is. Ja. En in leiderschap is de kwaliteit van aanwezigheid belangrijk. Als wij nu aan het babbelen zijn, ik ben alleen maar hier en ik denk de mensen rond tafel ook. Ja. Dat verhoogt de kwaliteit als we ondertussen naar onze smartphone aan het kijken zijn. Ja. En daar gaan we waarschijnlijk toe komen. Daar gaan we het straks nog over hebben, precies, ja. Met collega. Maar is dat dan nog een andere techniek? Of zijn het eigenlijk allemaal dingen, dezelfde dingen die de mensen hier zoeken aan tafel? Ja. Met verschillende... Ja. Maar het probleem is dat als
er zijn zoveel mensen dat aan het zoeken. Dat zegt ook iets over de wereld, vind ik. Dus ik vind dat de oplossing van de doordraaiende wereld niet alleen ligt in mensen die zoeken naar methodes om dat te overleven, maar dat er ook ten gronde moet nagedacht worden over de wereld zelf. Als wij zo doordrammend bezig zijn en we moeten mordicus al die technieken hebben om het hoofd boven water te houden, dan moeten we ook... Onder water. Ja, dan moeten we ook nadenken over de wereld zelf, vind ik. Ja, maar die kunnen we zelf natuurlijk niet zomaar veranderen. Dus begint iedereen bij zichzelf. Dat is een soort idee. Als je niks kunt doen, ik denk dat we moeten nadenken. Een wereld die zo doordramt dat iedereen op de tippen van zijn tenen loopt en dan technieken nodig heeft om het vol te houden. Mm. En waardoor in sommige bedrijven mindfulness wordt aangeboden aan de werknemers om nog de productiviteit te verhogen. Dat is geen goed idee, vind ik. Mm-hmm. Hoe kunnen we stilte en bedachtzaamheid en rust weven in het dagelijkse leven. Mm. Waar ons leven vroeger toch ook wel rustiger verliep. De mensen gingen vissen. En ze maakten een klein wandelingske. En nu moet men Maar u kunt, allerlei... u kunt toch, meneer Torf kan niet zeggen tegen zijn personeel, ga maar even vissen. Hè? Weet het nog zo niet? Ja, vissen nu niet speciaal. Nee, maar 650 dames vissen, ik weet niet of dat de beste is. Dus dat was een mannelijke bezigheid. Dat is een mannelijke bezigheid. Maar ik pleit in mijn sector bijvoorbeeld nogal voor de koffiepauzes. Het is erg belangrijk dat mensen die zo met al die problemen bezig zijn, af en toe eens kunnen praten met de anderen over van ik heb weer wat meegemaakt enzovoort. Dat is weinig efficiënt, want dat is tijdverlies voor managers. Ingeborg? Ja, ik luister en... Ik heb zoiets. Ik wil even eerst iets fijntunen. Je hebt de techniek op een bepaald moment ook niet meer nodig. Want je zou kunnen gaan stellen... Ah ja, mensen hebben die techniek nodig en ze moeten dat dag in dag uit. Ik was ook blij met het genuanceerde antwoord van Wouter, omdat hij zegt, ja, per se elke dag. Want op een bepaald moment krijgen wij een beetje dat label dat we dat dan per se elke dag moeten doen. Per se lijkt me absoluut geen... Voilà. Nee, en het is eigenlijk... Je wil eigenlijk dat dit soort centra overbodig worden. Maar op dit moment, ja, de wereld draait door. Mm-hmm. Hè, en dat doet hij al eeuwen. Maar uiteindelijk, door samen te komen, door eventjes naar binnen te gaan, door af te stemmen, door een andere taal te ontwikkelen, door inderdaad te leren luisteren, want het gaat veel verder dan yoga en meditatie. Het gaat over zelfontplooiing. Mm-hmm. Merk je dat mensen uiteindelijk met een paar tools al een heel andere benadering kunnen hebben. En bij die koffiepauze niet alleen maar zagen over de baas, maar werkelijk er kunnen zijn voor de ander. Ja, in de aanwezigheid. En dat leer je wel in die workshops allemaal. Dat is juist, want een van de gevaren van die technieken is escapisme en u juist uit de wereld terugtrekken. Ja, meneer Torfs. Terwijl verbinding zo klopt. Hoe countert u dat dan? Ja, Dirk, maar dat is natuurlijk... Dat is de essentie van de zaak. Hè. Daar ben ik het volledig mee eens. Als dat New Age escapisme wordt. En het is Osho zei al, het is heel gemakkelijk om rustig te zijn op de top van de Himalaya. Mm. Maar je moet ook kunnen rustig zijn op de markt van Pune in India met duizenden mensen rond u. Ja. Als je... Niet alleen rustig zijn, maar ook verbonden zijn. Verbonden, ja. Dat is het, hè? Dus voor mij is de waarde van de methode ook dat het een stuk levenshouding wordt. En dat je erin slaagt, ook nu in ons contact, hier en nu, dat je verbonden bent en afgestemd bent. Ja, en zo is het geen escapisme in tegen. Nee, dan zit je in het leven. Maar ik kan mij voorstellen dat de Romeinen en de Grieken zelfs daarover zaten te praten op hun agora's en zeggen van er is escapisme en wut. En ze zeiden toen al, en de jeugd is verdorven en het loopt fout. Dat was toen al bij de Grieken. Ja. Het is eigenlijk altijd eb en vloed. Goed. Dankjewel, Wouter Torfs. De dag beginnen met een tweet, bijvoorbeeld. En dan ontbijten met je blik op Facebook. Snel je mails checken op restaurant met vrienden. Herkent u zich daarin, dan bent u misschien ook toe aan een digitale detox. We praten erover met Christine Witthoek en Sarah Muhammu. Ja, you party too much, zingen de echte Brekers. Maar ja, zo is het toch. Hè? Je wilt zoveel mogelijk uit het leven halen, hè, Sarah? Ja, absoluut. Jij bent zo wel iemand, hè? Ja, toch wel. Ja. Hoe begint jouw dag?
Ja, mijn dag hangt ervan af. Als het een werkdag is, redelijk vroeg. Hmm. Dan mag ik naar Ketnet komen. Ja, en meteen direct? Ga je direct meteen online? Ja, als ik zelfs nog wel in mijn bed lig. Vanuit je bed? Ja, dat is het eerste dat ik doe. Wat doe je dan? Dus alles checken, berichtjes. En meestal, ja, dat gaat van het een in het ander. Dan zit je ineens op een artikel en een volgend artikel. En zo kan ik wel. Ja, en dan moet je nog opstaan, hè? Ja. Je tanden poetsen. Maar dus, ga je zo een hele dag door? Best wel, eigenlijk. Ik neem ook heel veel het openbaar vervoer. En dat is wel echt het moment waar ik continu... Ah ja. Dat is, ja. Ja. Best wel veel, ja. En waarom doe je dat? Waarom wil je constant op de hoogte zijn van alles en nog wat? En wat iedereen aan het doen is? Ik denk, en dan nog zelf delen wat je aan het doen bent? Het ding is gewoon, het internet, dat is een andere wereld op zich. En je wilt daar aanwezig zijn en alles weten en alles meemaken. En als je dat niet doet, dan voelt je... Alsof je iets mist. Ja, verbonden zijn in de wereld. Ja, in de internetwereld. Ja. Ja. Voilà. Ja, het is een virtuele wereld. En je post ook constant van alles. Dit is een oogst, geloof ik, van voorbije 48 uur. Maar daar steekt toch geweldig veel tijd in, Sarah, die foto's te nemen. Het zijn nog mooie foto's. Ja. Dus je werkt daaraan en dan moet het allemaal gepost worden. Ja, maar ik denk dat dat ook na een tijd een beetje een automatisme is. Ik weet, als ik iets zie, dat vind ik een foto waard, ik ga die foto zo nemen. Ik weet welke filter daarop moet en ik post die. Ja. Dat wordt zo, ja... Mevrouw, weet ook. Zeg maar Christine. Ja, Christine. Is Sarah iemand die bij jou eens langs zou moeten komen voor een kuur? Ja. He, want u bent daarin gespecialiseerd. Moeten, moeten. Digitale dikker. Ja, je bent direct dat Sorry. Moeten absoluut niet het woord. Wat ik hier hoor, doet mij direct aan een bepaalde term denken. En dat is FOMO, the fear of missing out. Mm-hmm. En dat is iets dat heel veel mensen ervaren. Die eigenlijk continu het gevoel hebben dat ze hun gsm moeten checken. Omdat het ook zo gemakkelijk is. Ik heb het er met professor van Lieven de Marais in Gent over gehad. En wat we eigenlijk doen, is onze generatie had voor al die dingen een context. Televisie, dat was in de living. De telefoon was bij mij, als ik klein was, was dat een klein bureauken in de gang waar dan nog een bakkeliet een telefoon op zat, waar je kon mee draaien, zo, herkenbaar. En dat is allemaal uit zo'n context getrokken, want het is allemaal in dat één doosje kunnen we dat overal doen. We kunnen overal televisie kijken, we kunnen overal telefoneren, we kunnen overal informatie opzoeken. Mijn moeder had nog zo'n dictionaire van 12 delen waar dat in moest staan. Het is ons allemaal gemakkelijk gemaakt, en dat heeft zijn voordeel en dat heeft zijn nadelen. En moet Sarah bij mij langskomen, ze is zeker welkom. Alleen als ze zelf beslist dat ze iets wil doen. En zo zijn er mensen, hè? Die Absoluut. Voelen van, ik ben daar veel te veel afhankelijk van die smartphone. Die komen bij u. Wat kunnen ze dan bij u gedaan krijgen? Ja. Wel, wat dat voor mij heel belangrijk is dat ze eerst observeren. Dat ze eigenlijk bewust worden van hoe vaak gebruik ik de smartphone, hoe vaak lees ik mijn e-mail, hoe vaak ga ik op Facebook. En dat is eigenlijk al een confrontatie op zich. Dus heel vaak, als ik start ermee, dat is de eerste opdracht. Gedurende een week, twee weken, echt noteren. Wat doe ik allemaal? Hoe vaak doe ik het? En het digitale leven wel te verstaan natuurlijk. En dan gaan ze al, op dat moment gaan ze al een actie nemen. Door het feit dat ze zitten te registreren, komen ze al tot een besef van verdorie, hier steek ik wel heel veel tijd in. Mm-hmm. En dan komt het moment dat je beslist van, wil ik dat of wil ik dat niet? Ja. En dan zijn er misschien oplossingen, maar heb jij daar... Vind je het van jezelf wel eens vervelend? Ik heb het daarnet al gezegd, dat valt niet op. Mijn vrienden zijn ook zo, dus als wij samen... Ja, dat valt Zitten niet op. Allemaal naar dat scherm te kijken. Ja. Het is pas als je ergens komt bij mensen die dat eigenlijk helemaal niet hebben, dat zo'n belletje doet. Ja, dan denk ik, oei. Ja, misschien moet ik hem toch eens even wegsteken. Maar vind je dat dan niet onnozel, Sarah, als je met je leeftijdgenoten aan tafel zit bijvoorbeeld en je zit in plaats van naar elkaar te kijken, met elkaar te praten, dat je dan... Ja, ik heb daar onlangs nog eens een gesprek over gehad met een vriendin. We waren iets gaan drinken en we zaten allebei te sms'en en de over die kwam en die zei, ik hoop dat jullie naar elkaar aan het sms'en zijn. Omdat die dat... Ja. En toen keken we naar elkaar en hadden we wel zoiets van, ja, oké, misschien is het een beetje overdreven. En... Ik had een artikel geschreven in de Campuskrant, was het denk ik, van Leuven, waarin ik een oproep deed aan studenten. Zet uw smartphone uit en ga op café. Hmm. Het is nog nooit zoveel geliked geweest. Ik was plots de populairste prof van heel de universiteit. Ja. Maar doen ze het? Tot groot genoegen van de cafébazen ook. Ja. Maar ook van de studenten. Ja. Het is ook plezant om dat dan eens een keer te laten. Hè, dat... ja. Ik moet zeggen, daar moet wel iets in de plaats zijn ook natuurlijk. Ja. Daar heb ik gelukkig, als dat je kan geruststellen, Ingeborg, heb ik dus geen last van. Sociale media,
Ik ook niet. Niet aan mij. Dus die... Maar dat ligt aan onze leeftijd, denk ik. Zo. Ik nee, of het niet zeker. Heel veel collega's die even oud of ouder zijn, ja, en die wel. Oh ja, ja, over, ja, ik heb er ook gelast van. Ja, dat is de omgekeerde redenering. Maar in de zin van, ik doe er niet aan mee. Ja. De jeugd is zeker opgegroeid. Ik denk dat het ook een... Het hoeft ook niet echt een probleem te zijn, vind ik, hoor. Ik vind dat we niet moeten weer daar een pathologie van maken. Absoluut. En zeggen dat dat niet normaal is, dat dat moet veranderen, dat je therapie moet volgen. Alsjeblieft, hè. Doe maar wat. Hè. En ik denk dat jonge mensen daar ook evenwicht in vinden. En dat ze inderdaad eens op café gaan en de smartphone opzij leggen. Ja, bij Echtebrekers is langs gaan. Filip, jij hebt dat evenwicht gevonden. Ik had het niet in jou gezien, maar jij bent van die smartphone. Je bent er ook best wel verknocht aan geweest. Ja, ik vind het gewoon leuk om mee bezig te zijn. Maar het is inderdaad wel minder tegenwoordig. Ja. Ja. Maar heb je op een gegeven moment gevoeld van, hé, ik moet hier iets aan doen? Ik was op mijn smartphone staat er zo'n app, standaard. Als je daarop drukt, kun je zien hoeveel stappen dat doet per dag. Mm-hmm. En ik was nogal verschoten dat ik aan 2.000 of 3.000 kwam, maar dat niets is. Ja. Ah, ja. En dan ben ik eigenlijk bij hen wandelen. Ja. Die confrontatie heeft jou dan... Ja, dus het moet eigenlijk niet altijd slecht zijn. Hè. Ik bedoel, al die techniek. Maar door dan in feite wat meer te beginnen wandelen en zo... Mindfulness is ook iets dat mij aanstaat en zo. Dan merk ik wel dat er minder tijd gaat naar de smartphone. Ja, en dat ik uiteindelijk daardoor toch wel wat meer rust vind. Je doet het nagenoeg elke dag. Hè. We zijn je eens gaan volgen op zo'n... geen spectaculair, maar echt wel een heel fijne wandeling. Toch wel. Het is zalig om hier te komen wandelen. Het hier de stilte. En eigenlijk vlakbij is nog gewoon stad. Met auto's en huizen. En dan kom je achter de hoek. En dan is het... Ja. Het zit helemaal in de natuur. Hè. Je hebt dat niet veel meer. Hè. Ik kom hier vaak. Ik kom hier bijna dagelijks. En je zou je kunnen afvragen of dat niet saai is. Maar eigenlijk... Dat verandert. Verandert iedere dag. Het is een soort levensschilderij. Prachtig, inderdaad. Filip, ga eens mee wandelen. Dat is bij jou in de buurt, hè? Ja, kom maar een keer af. Het is een Mariakerkje. Ja, ik ga eens mee. En anders rijden we verder door, tot aan de zee. Daar is het ook heerlijk om te wandelen. En daar gaat jullie volgende nummer over, dat jullie gaan spelen. Echtebrekers, dames en heren. En de zee. Staat aan de zee. Ik ken een fling met die staat aan de zee. Hem bling van de bling die je hebt hier. Onder het stof van de zand van de zee. Veel wind, waai nu maar uit. Sensatie van gevoel en geluid. De zon is kind overdag nog op rut. Maar tijd en nacht is een oorsluit. De zee, trek bij me kom dan dit weer. Maar mijn voeten in het water. Flesje kraken net dit met mijn man. De zeuren gaat donker, maar we gaan nog niet aan slaan. We zitten op straat met de gitaar en dan aan het zaalpluk en maak. Tijd redelijk competent, maar trek het me niet aan. En bluffen zitten op zijn mak. In ieder geval de nacht, ja, de zee is een vraag. Maar dan hak ik op jacht, dan scoren de meesten zijn bad. Trek bij me kom dan dit weer. Mindfulness, als het mij vraagt. Dus, ja, Filip heeft een oplossing gevonden in wandelen. Maar stel inderdaad, ik wil er vanaf. Ja. En ik kom bij u nu toch nog even toelichten. Ik wil één ding zeer duidelijk stellen, want die misvatting hoor ik vaak. Een digitale detox is geen cold turkey of is niet alles afschaffen. Dat niet is afkicken. Absoluut. Nee, dat is absoluut. Het een vorm van time management dan? Ik hou niet zo van de term time management.
het stuk waar ik mee bezig ben, is eigenlijk vlak voor je beslist om een time management cursus te volgen. Mm-hmm. Want ik ben eigenlijk analist-programmeur van opleiding. Ik ben eigenlijk informaticus. En ik heb eigenlijk heel de evolutie van de e-mail-invoering en van internet heb ik volledig meegemaakt. Ah, heeft het zelf ook last van gehad dan? Ja, absoluut. Absoluut. En het is eigenlijk... wat dat voor mij heel belangrijk is, is als je bekijkt wat dat je doet, dat je ervoor kiest. Als Sarah het fijn vindt om een half uur per dag op Facebook foto's te sharen, doen. Alsjeblieft, doen. Ja. Als je echt voelt dat je verloren loopt en dat je, zoals je zegt, heel vaak 's morgens, ik doe altijd vooral 's morgens opstaan, nog voor je je tanden poetst, heb je eigenlijk al je werkmail gelezen, ben je al gaan kijken of dat er nog een berichtje is of een like op een foto. Je bent helemaal in een cirkel aan het gaan. Ja. En dan is het misschien niet goed, maar dat beslis je zelf. Dat beslis je volledig zelf. Weet je wat ik wel een beetje last van heb? Ik vind dat er te veel e-mails komen. Ja, en dan is mijn boodschap, hoe minder dat je stuurt, hoe minder dat je krijgt. Echt? Dat is absoluut. Want zoveel stuur ik er niet. Nee. Mensen ze willen allemaal van alles vertellen tegen je. Ja. En ik denk, bel me maar even of kom langs. Maar dat is een ander aspect. Heel vaak heb ik mensen die zeggen, ik wil iets aan veranderen. En die gaan dan aan de slag. En bijvoorbeeld, een typische time management tip die ik ook geef, is ga gepland je e-mail lezen. Dus in plaats van continu je mailbox open te laten staan op je scherm, ga je beslissen om het 2 of 3 keer per dag te doen. Mm-hmm. Als je dat beslist, ik heb het zelf meegemaakt, op een bepaald moment had ik zoiets van, nu heb ik het gevonden, nu ga ik dat doen. En binnen de 2 dagen heb ik mijn strategie terug helemaal moeten veranderen. Ben ik terug permanent naar mijn mailbox moeten gaan kijken. Want mijn collega's die stonden allemaal aan mijn mouw te trekken. Die waren boos op mij, want ik reageerde niet meer. En dat is een essentieel aspect. Je moet communiceren over communicatie. Dus Ingeborg, als jij vindt, ik word het liefst gebeld, dan moet je zorgen dat jouw omgeving dat ook weet, dat je liefst gebeld wordt. Bij deze weet iedereen het. Bel mij of kom gewoon langs. Kom er even langs. En wat is je nummer? 050. En Sarah, wat denk je als je dit hoort? Het is niet aan mij besteed, mijn generatie. Laat ons maar doen. Ik heb het wel al geprobeerd. Zo volledig. Toch? Ja, mijn recordtijd was 1 week, maar wel met vals spelen. Dus, wat betekent vals spelen? Ja, zo niet alle apps verwijderen. Zo toch een paar wel checken waarvan ik weet van daar zit ik niet zo lang op. Ja. Maar inderdaad, zoals hij zegt, dat helpt niet als je alles ineens heel drastisch... Nee, het is... Dat is net zoals een crash-dieet. Dat hou je ook niet vol. Nee. Dat is net hetzelfde. Hopelijk maar heb je dat wel. Ja, ik vind het wel boeiend als ze zegt als je zo bepaalde tijdstippen... Dat neem ik in. Toch eens proberen. Ja. Ja, wij gaan nog verder praten. Nee. Ze heeft er voor de rest niet veel last. Nee, goed. Nou, niet meer vast. Okay. Voilà. Toch heel erg bedankt. Sarah Muhammu en Christine Witthoek, dank jullie wel. Ja, goed. We hebben al goed ons best gedaan. Ik begin de mogelijkheden te zien om wat te onthechten en mijn leven wat af te remmen. Maar hoeft dat eigenlijk allemaal wel? Misschien is er niks mis met een gulzig leven en kan een beetje stress veel minder kwaad dan we denken. We hebben een filosoof uitgenodigd die in die richting denkt. Inja de Vis. Ja, meneer De Vis, u hebt er... Het is zo, u heeft er bedenkingen bij. Onze krampachtige zoektocht naar rust. Ja, dat is mooi geformuleerd. Ja? De vraag die mij het meest stelde, wil je dat wel? Door de hele avond draait rond zijn rust. Hij wil dat helemaal niet. Volgens mij het moet dat nog niet. Veel erger worden. Hij wil passie, je bent leven. Nog te gelukkig. Weet je wel, het gaat allemaal nog te goed. Moet ik ergens tegenaan? Mag dat ook wel zo zijn. Ja, heerlijk. Maar ik las of ik hoorde ergens dat je het een beetje aan je hart gekregen had. Of toch wat je zorgen maakte erom. Dat is allemaal veel overdreven. Maar toch... Maar je hebt het punt, hij is nog niet helemaal geïnteresseerd erin. Hij doet alsof. Hij is nog jong ook. Hè? Hij is nog heel jong, hoeft hij ook niet. Misschien is het geen schande om te leven zoals je wil. En inderdaad, totdat je doodvalt, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat is het. De pure rust ligt in de dood. Je kan ook hier onderweg vergelijkbare ervaringen hebben. Dat spreekt voor zich. Maar de vraag is ook waarom. Ik heb u een boek gelezen, dus ik zit al helemaal alert. Ik moet de kijkcijfers naar boven, want dan wil ik erin slapen. Waarom moet je rust tegenover
druk te plaatsen. Want nu tonen we de hele tijd beelden van rust van mensen die eigenlijk een zeer druk leven hebben. Ja. En daarom rusten ze natuurlijk uit, wat zeer logisch is. Je zit in dat spanningsveld. Enerzijds willen we van alles doen en vullen we onze dagen met allerlei zaken die de moeite waard zijn en onze weekend om te compenseren van wat we tijdens de week hebben gedaan. Maar we willen natuurlijk ook wel heel veel zaken doen, zoals hier ook al is aangegeven. Er is heel veel keuze. En het is allemaal zo razend interessant. En dan is het uiteraard wel, net zoals je via sociale media bezig denkt, god, ja, dit ook en dat ook. Dus dat maakt wel het moderne leven enerzijds een opgave. Tegelijkertijd vind ik het zeer frappant dat we al eeuwen klagen over drukte, want dat doen we. We klagen al eeuwen over een te drukke maatschappij die doorgedraaid is enzovoort. En daarna hebben we wel steeds verder gedaan en eigenlijk een nog drukker leven geleid. Dat vind ik wel een heel opvallende vaststelling. De vrije tijd is vaak nog drukker dan de werktijd. Wel, dat is zeer opvallend, want mocht het alleen maar liggen aan het feit dat we hard werken, dan zouden we onze vrije tijd niet opvullen met allerlei activiteiten waar we inderdaad op maandagochtend moeten van bekomen. Omwille van dat veel te drukke weekend. Dus die paradoxen, daar ontsnap je niet aan. Maar dat vind ik zo interessant. Het gebruik van kalmerende middelen zegt ook iets over het streven naar die rust. Juist, in de roes wil je toch nog tot rust komen. Moet dat niet te veel voorschrijven, hè? Stuur ze maar naar mij. Hè? Ja. 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 Je zou heel de boel verdoven. Ja. Volgens mij heb je een gebrek aan klanten, want je zit al de hele tijd te zeggen, kom naar mij, kom naar mij. Ik ben liever aan het helpen, want ik weet dat hij graag een beetje pingpong heeft, toch? Dat is zeker zo, maar dan vraag ik mij af, volgens professor De Vis. Hoeft het allemaal niet? Als ik u goed begrijp, zegt u, drukte is misschien wel een luxe. Wel, ik maak een onderscheid tussen onrust en rusteloosheid. En onrust is denk ik een vervelend gevoel als gevolg van een te druk leven. Afstemming, privé, arbeid, van alles te doen hebben. Dat is de time is money gedachte. Tijd is geld. En het gevolg van tijd is geld is, als je uitrust, verlies je geld. En dat is waar de hele maatschappij voor een stuk is door aangestuurd. Dat is natuurlijk irritant. Dat maakt dat mensen inderdaad het gevoel hebben, we zijn opgejaagd. Ja. Nu, is de hele vraag, is ons hele leven en alles wat we doen te reduceren daartoe? Want je kunt natuurlijk ook de vraag stellen, stel nu eens dat we dan alleen maar tot rust komen, waar willen we dan eigenlijk naartoe? Er zijn zoveel zaken in het leven die de moeite waard zijn, waar we inderdaad heel veel voor over hebben. Weet ik veel. De violiste die de koningin Elisabeth-wedstrijd wil winnen, tuurlijk zal die overdrijven. Tuurlijk zal die 1000 keer die partituur inoefenen, omdat het dat de moeite waard maakt. En die zal ergens ook wel een rustpunt hebben in haar of zijn leven om dat te compenseren. Maar dat maakt dat die rust, wat ik dan omschrijf als rusteloosheid, wat een intrinsiek zeer positieve kwestie is. Want dan heb je een drive om dingen te doen die eigenlijk het leven om moeten waard maken. Want je kunt zeggen, goed, we leven een te druk leven, of we lijden, pardon, te druk leven. Maar je hoort evenveel mensen klagen, ik heb geen fut meer, de passie is uit mijn relatie. Enfin, dan komen die weer bij de wachter natuurlijk. Maar je hebt heel veel mensen op zoek naar een job. Je hebt een enorme massa bejaarden die in een rusthuis tegen de muren zitten aan te kijken en zich de vraag te stellen, en wat heb ik hier te doen? Mm-hmm. Dus we mogen niet vergeten dat het zoeken naar drukte maar opgaat, of het zoeken naar rust, pardon, maar opgaat voor een beperkt deel van de maatschappij. Ja. Dat zijn zij die overwerkt zijn en van alles doen. Meneer De Wachter, ja, u heeft er een boek over geschreven dat morgen verschijnt. Dat is te zeggen De Wereld van De Wachter. En daar staat ook een hoofdstuk in, hè, over rust. 1 hoofdstuk van de 13 hoofdstukken, ja. Ja. Ja, zeker. Volgt u de professor? Ja, zeker. Ik ken zijn boek ook. Ik volg dat zeker. We moeten opletten dat rust ook geen dwang wordt. Hè. Dat we ook gaan opgejaagd van hier naar daar lopen om dan ook nog tussen de activiteiten door de yoga of de mindfulness erin te krijgen. We hebben al zo weinig tijd, dan moet dat ook nog gebeuren. Exact, het moet geleefd worden. Het moet zeker. Omdat er echt nood is om voor de yin-yang dat er mensen echt tijd nemen. Al is het 1,5 uur, ik zie mensen echt rennend binnenkomen. Mm. Maar ik zie hoe ze buiten gaan. Okay. En dan zie ik een soort ontspanning in dat gezichtje. Ja. En dan denk je, dat is goed voor dat gezin, voor die werkgever, voor die collega's, whatever. Ja. Dus op zich, ja, het is toch wel relevant. Weet je, de kerken lopen leeg. Hadden we dan nog even bezinning of nog even contemplatie van waar zijn we mee bezig? Met alle respect voor alle stromingen en religies, want daar vinden mensen ook bepaalde voeding. Want dat is toch waardevol. Frank, waar wat denk jij? Ja. Maar ja, maar ik heb zoiets. Maar ik vind dat fantastisch. Hè. Ik vind, als je het over religies begint te praten, dan heb ik zoiets van, vind uw eigen tempel, vind uw eigen God in u, verbind die met de omgeving rondom u en je zijt er.
Dat is dat echt heel belangrijk. Dat essentieel, wat? Vind ik altijd. Hè? Want ieder die zijn eigen godje is... Ja, met verbonden. Dat is die doorstroming die je nodig hebt. Ja. De buitenwereld die binnenkomt en de binnenwereld die buiten gaat. En dat, want het zwemmen in de vijver, je zegt het als ik binnenkwam, van gestraald, je ziet er goed uit. Dat is iets dat je deelt. En dat vind ik zo leuk, ja, dat schrijft u ook, hè, professor. Dat er in er is goede en er is slechte rust. Ja, dat is nogal fors uitgedrukt. Ja. Rust mag geen doel op zich zijn. Ja. Dat is mijn... Of stilte, ook het zoeken naar stilte, mag geen doel op zich zijn. Dan wordt het escapisme. Hè? Mm-hmm. Maar het moet ergens betekenis hebben. Het moet ergens zinvol zijn. Wanneer heeft het betekenis? Als het verbonden is met de wereld. Als het toegang geeft tot andere mensen. Concreet, als bijvoorbeeld. Pardon? Bijvoorbeeld. Wanneer vind ik in de rust... Ja, maar dat is hier rustig aan tafel. Ja. Als mensen samenkomen... Dit gesprek. Zoals Ingeborg, dit gesprek. Ja. Als, dit gesprek natuurlijk ook. Als mensen samenkomen, als ze elkaar daarin vinden. Als ze elkaar via de nieuwe media maar vinden. Maar ik heb een vraagje. Als ik een maand naar India ga, wat ik regelmatig doe voor mijn werk... Zo leg ik het uit thuis. Ik ga een maand naar India voor mijn werk. Ik ga daar heel sterk naar binnen en er is wel interactie met mensen. Maar uiteindelijk is het echt wel, gaat het echt over mijn innerlijke beleving. Want je draagt veel van allerhande indrukken. Dat komt uiteindelijk ook altijd ten goede. Dus als je tijdelijk... Had ik het niet mee? Kan ik je niet? Ja. Zeggen ze het er terug professor, van hebben. Mag ik het er misschien eens aan u vragen? Heeft u het al eens geprobeerd? Want u zegt, ik wil en-en. En ik wil een goede vader zijn en altijd echtgenoot en op mijn job. Ja. En ik wil kunnen maandag. Ik wil en-en-en. Waarom zou ik moeten kiezen? Maar heeft u alles geprobeerd, zoals Ingeborg zegt, bijvoorbeeld een maand naar India gaan en echt die rust gaan opzoeken? De laatste keer was ik er een week. En dat was een heel drukke week, want ik was op congres. En ik herinner mij alleen maar gigantische drukte in India. Want India is van die grootsteden waar ik dan hopeloos op zoek was. Daar geeft mij een rustpunt. Want dag en andere nacht. Pradesh, Wonders University. Er zijn uiteraard andere plaatsen. Hè? Maar uiteraard, zoals iedereen, heb ik ook rustpunten nodig. En ik denk dat het goed en wel is dat we beseffen dat we in onze omgang met tijd... heel paradoxaal te werk gaan. De meeste mensen werken ongeveer 300 dagen per jaar keihard, of 320, om er vanaf te zijn, om dan die 40 dagen zwaar te compenseren met zo weinig mogelijk te doen. En dan gaan ze 3 weken aan een of ander zwembad liggen en na 2 dagen denken ze van, wat is hier eigenlijk te doen aan dat zwembad? En dan zijn er animatoren nodig die je moeten bezighouden omdat ze zich vervelen. Ja. En dat vind ik zo interessant. Maar dat schrijft u... Omdat het zo'n zware in het compensatie boek is. En dan gebruikt u al het woordje we. En dan zat ik heel dat boek te lezen van, ja, we, dat gaat niet over mij hier. Dat gaat hier niet over mij. Ja. En dat wou ik even delen. Sarah, wat doe jij als je aan het zwembad ligt? Nee, natuurlijk niet. Dus dat. Hopla. Dat is soms ook wel te laat. Hè? Maar ik vond het vooral interessant over die verbondenheid. Want als ik denk... Ik heb soms ook momenten dat ik rust nodig heb. Dan wil ik net wel alleen zijn. En weg van iedereen. Ja. Misschien is dat net door... Ja, je bent zoveel en constant verbonden. Dat ik echt soms... En stuur je dan een berichtje, ik ben weg. Zoiets. En dan iedereen like. Wow. Nee, maar dan heb ik echt... Ja, dan wil ik echt niemand horen of... Zo is hij. Naar echt extreem. En vriendinnen zijn altijd met elkaar verbonden. En de ultieme rust zit dan misschien in... Alles, ja. Wel, de ultieme rust, nee, dat lijkt net mij ook niet de doel dat is de op zich. Dood. Ja, voilà. Ja? Ja, dat is maar de dood. Maar... maar hoe kunnen we rustig zijn in onze rusteloosheid? Zoiets, hè? Een soort paradox. Hoe kunnen we bezig zijn en met elkaar van alles interessant doen? En dan toch ook... daartussenin, in het gewone leven, dagelijks zwemmen voor mijn part of iets anders. Maar dat geen... Want het is dikwijls ook een geconsumptioneerd gebeuren. Hè. Heel dikwijls wordt er voor rust veel betaald. In wellnessachtige toestanden. Gehyped. Hè. Men moet 10 euro heel veel voor betalen. 1,5 uur les. 10 euro voor 1,5 uur les. Alleen, je kunt het niet missen. Ik ken duurder mee. Ja, je kunt er niet voor zeggen. Het is een industrie geworden. Het is een must. Hè. Men moet tegenwoordig ook die dingen doen. Het is een signaal ook. Het ideale is natuurlijk dat... wat we overdag doen, om het zo te zeggen, als zinvol kunnen ervaren. Zeker. En ik denk dat daar een gigantisch maatschappelijk probleem zit. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de luxe om een job uit te oefenen waar ik mezelf in herken, wat ik als zinvol beschouw en wat ik met veel passie doe. Dat weet ik dat heel veel mensen niet die luxe hebben. En die moeten dag in dag uit zwaar arbeiden. Nu, ik ook, maar als je het graag doet, helpt dat. Ja. Maar daar zit natuurlijk een maatschappelijk probleem. Dat is dat niet iedereen die luxe heeft om zich daar overdag creatief uit te leven. Ik denk dat we hier aan tafel allemaal zeer luxueuze mensen zijn. Ja, maar dat moeten we zeker soms zeg ik aan mensen, je werkt in een strijkwinkel.
En je doet dat tegen je zin. Dan ben je zelf ongelukkig. En iedereen ook die kleren draagt. Ja. Maar stel dat je elke keer als je een hemd strijkt... die persoon toewenst dat hij een hele fijne dag mag hebben als hij dat hemd draagt. Dat je de zingeving kan vinden. Dat is juist. Dat is het zeg ik in de laten we toch opletten als illegaal, Afghaanse illegaal, achteraan in de strijkwinkel de hemden strijkt aan een halve uur per uur, dan lijkt dat moeilijk. Ja. Als je de keuze hebt van hoe ga je om met de dingen. Maar zo leg je het probleem bij het individu, terwijl het eigenlijk wel een maatschappelijke kwestie is. Dat zal mijn probleem zijn. Met nee, maar ja, mijn dames en heren, ik heb iets zeggen. Zeg ik ben niet naar hier gekomen om van alles te promoten. Nee. Ik wou alleen maar omdat lieve vraagt hoe kom je tot rust. Alleen maar vertellen door te ademen, door me te verbinden met de omgeving rondom mij. Ja. In stilte te luisteren naar de natuur, zoals Philippe gaat kijken, birdwatching en weet ik wat. En, maar dat is het leven, hè. Ja. Heel, dat is echt heel, het heel, leven. Heel erg bedankt voor hier te zijn. Lief, soms, hè. Is het ook lopend of dansend? Weet je, het is soms ook heel actief. Ja. Het is ook een beetje vinden wat er bij je past. Dus ik ben wel een eind op weg, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik ga misschien toch de uitnodiging aanvaarden om eens te komen. Om te zwemmen. Allee. Dan moet ik dat snel doen voordat de temperatuur... Ga ik nog één ding zeggen, lieven? Ik meen het niet. Je ziet er echt wel goed uit. Ja. Dat is wat ik nodig heb. Bedankt, Frank. Bedankt, Jaap en Wieso. Goed. U bedankt voor het kijken. Morgen komen onder andere Evi Hansen en Stefanie Korevits. En die krijgen het charmante gezelschap van Roland. Trouwens, als u wil weten wie Sandra en Daags onze gasten zijn, dan kunt u ook altijd een kijkje gaan nemen op onze Facebookpagina. Want die hebben wij ook. Heel graag tot dan. Dank u wel. Tot morgen. Merci.